maart 2023. En zoals al bijna een traditie is, we varen mee met de Zelderrust. Het voetveer waar we ook met de fiets op kunnen. En we gaan van Sint Agatha naar Middelaar. En vandaag hebben we een heel bijzonder man hier op de boot erbij. Want een van de kruisheren, u bent... Ja, ik ben broeder Edgard van de Kruisheren. En het is wel mooi deze overtocht te maken. Want in 1580 besluit een gouverneur van de Spaanse regering om het klooster af te breken. En is het klooster van Sint Agatha. Van Sint Agatha. Ja. En dat wordt helemaal versleept om het huis Middelaar te verstevigen tegen de legers van Willem van Oranje. En dus nu maken we die tocht ook mee. Ja. Ja. Want ja. Daar gaan we naartoe, van Sint Agatha naar het huis Middelaar, over de Maas. Ja. Ja. En het klooster, de stenen van de klooster, die zijn... De stenen, maar ook, die kant op maar ook het hout, alles hebben ze ongeveer meegepakt. En de kruisheren zijn toen gevlucht eerst naar Oefeld en dan later naar Graven, naar Gennep. En nog later hebben ze een refugiehuis in Graven kunnen bemachtigen. Toen prins Maurits in 1602 Graven veroverde, moesten de kruisheren daar weer vluchten. Ja. En dan zie je eigenlijk dat het klooster was al jarenlang, werd al jarenlang geplunderd door bendes en zo verder. Dan waren het de Spanjaarden, dan de legers van Oranje Nassau en zo gaan we door. Maar dus, het was dus zo dat mensen het klooster minder belangrijk vonden dan huis Middelaar? Ja, in de oorlog telt degene die wint, hè. Niet zozeer wat er te doen is. De mensen die vredelievend zijn, die laten het allemaal toe dan? Ja, wat kun je doen? Bij ons is een spreekwoord, tegen een nijlpaard kun je niet gapen. Kijk, die houden we erin. Okay. De kruisheren die zijn verdreven, maar uiteindelijk zijn ze toch weer teruggekomen in Sint Agatha. Ja, we zijn altijd weer teruggekomen. Er zijn ook altijd wel een paar lekenbroeders gebleven, die dan een beetje toezicht hielden van... Zo kort mogelijk als het ging. Maar dat is... En nu ga ik op zoek naar de oude stenen, want we willen de muur terug herrestaureren. Hè? Ja, vertelt u daar eens iets over dan. Ja. Dus die stenen van de muur, die zitten nu in dat Genneperhuis daar. Ah, ja, en, dus we gaan de boel slopen daar? Ja, ik denk het wel, want die stenen hebben ze al 420 jaar lang geleend. Ik vind dat ze nu wel terug mogen, niet? Ja, dat kan onderhand dan, na al die tijd. Ja, oké. Ja. De kloostermuur, die wordt weer hersteld in oude glorie. Ja, dat wil zeggen, die kloostermuur heeft van alles meegemaakt daarna ook nog. Want daar is een stuk uitgeblazen in de Eerste Wereldoorlog en nog een groter stuk in de Tweede Wereldoorlog. Dus die muur die vertelt wel een hele geschiedenis van zelfs dat prins Willem van Oranje tot en met nu... Ja, is die muur altijd wel heeft altijd wel meer en meer geschiedenis meegemaakt. Ja. Als die eens verhalen kon vertellen. Ja, dat wel, ja. Maar we zullen... Het wordt gerestaureerd door een heel goed bedrijf, wat echt weet wat ze doen met restauratie. Gelukkig zijn de fundamenten van 1600, 1590, 1602, rond die tijd, zijn ze terug begonnen met het opbouwen van de muren. En de fundamenten zijn nog altijd goed. Er hoeven niks aan te doen. Ja. Alleen de bovenbouw van de muur, daar zijn struiken in gegroeid en zo verder. Die moeten we dan echt goed onder handen pakken. Ja. Dat gaat natuurlijk niet zomaar. Daar is weer geld voor nodig. Is er dat al? Ja, daar is een heel groot deel is er al. Maar ik weet niet of jij weet, het is altijd zo dat er altijd weer dingen bij komen. Ja. En tot nu toe hebben we de balans nog altijd op nul kunnen houden. Maar ja, daar komen weer nieuwe dingen om de hoek kijken. Wortelingroei die veel verder is dan dat men gedacht had en zo verder. Dus die muur moet dan verder afgebroken dan eerst gepland en zo verder. Dus dat is toch wel een hele karwei. Ja. Ja. Dus mocht er iemand nog geld over hebben en die denkt van ik...
Ik sponsor een paar van die kloostermoppenmuur. Nou ja, dat kan. Ja, heel zeker, Jan. Ik heb het idee dat we bijna aan de overkant zijn. Wat denkt u? Ja, hè? Ja. Nou, die indruk heb ik ook. Dan zullen wij zo meteen eens samen op speurtocht gaan. Ja, onze tocht is... We hebben de tocht van de stenen dus ook meegemaakt. De tocht van de stenen hebben we inderdaad. Ja, van de helft van het klooster. Of meer nog zelfs. Dat is gelukt. Ja, ja. En nu kijken of we er nog eentje terugvinden zo meteen. Ja, we moeten toch minstens één mop kunnen vinden. Hè? Ja, eigenlijk wel. Ja, hè? Ja, ja, we hebben een doel. Ja. Nou, wij gaan zo meteen aanmeren. En dan gaan we samen nog even op pad. Ja, prima. Dank u wel. Ja. Ja, en ze liggen niet voor het oprapen. Het is nog een speurtocht. Of hier nog van die oude kloostermoppen liggen. Nou, ik denk dat ik er eentje heb. Kijk. Echt? Daar. Ja. Ja, ik kan niet met lege handen thuiskomen, hè. Nee, dat is zo. Dat is zo, maar... Zijn bootjes vol zijn er overgesleept. Dus, daar hebben we het er tenminste. Ik denk dat er een is. Ja. Helemaal. Wat is er een? Ja. Dat is een echte... U herkent dat zomaar? Ja, de grote, hè. Dat was de snelbouw van de middeleeuwen, hè. De snelbouwsteen van de middeleeuwen. Ja, dat moest groot zijn, dat moest vooruit gaan, hè. Deze is groter dan de bakstenen die we nu gebruiken. Ja, veel groter, ja. U heeft een alziend oog, merk ik wel. Ja, wij hebben ik vind dat we een schitterende overtocht gemaakt hebben. Het is niet voor niks, hè. Het heeft zich geloond. Nu nog... Die 25 boten vol, de andere die hier nog... Maar deze gaan wij vast wegbrengen. Ja, kijk, hij heeft hem 420 jaar mogen lenen. Ik vind dat hij nu wel weer terug mag. Ja, dat vind ik eigenlijk ook wel. Okay. Heb je gevonden wat je zocht, Edgar? Ja. En nou dat was hem. En nou de rest nog. Ja, maar dat gaat lukken volgens mij. Nee. Ja, dit is er weer... Dit is er tenminste eentje, hè? Ja, toch? Ja. Kunnen we in de muur weer gebruiken. Dat bedoel ik. Ja. Het is een hele... Er komt daar naam Middelerhuis op te staan, toevallig. Nou, dat weet ik nog niet zo direct. Nee. Nou, als je het er nog meer brengt, wel. Ah, kijk. Ja. Oké. Nou, fijn zo. Nou, wij gaan hem terugbrengen. Oké. Okay. Toch? Jo. Goeie vaart. Dank u. Ja. Jo. En met dezelfde rust over is natuurlijk heerlijk, maar er is ook een mooie route aangelegd. De route is er natuurlijk, maar nog een beetje speciaal uitgezet. En een van de mensen die daarvoor gezorgd heeft, staat hier naast me. U bent? Nout van Dijk. Ik zit hier namens de dorpsvereniging Sint-Agata in de werkgroep Kerkpad. En dat is eigenlijk ontstaan door de dorpen derby. En dan zijn we in combinatie gegaan met het stichting Het Voetveer. En hebben samen gezorgd dat het pontje in de vaart kan blijven. Met een ieder jaar een evenement en een route. Waarbij we dan ook gaan kijken naar oorspronkelijke connecties met het kerk.
En dat, ja, dit jaar hebben we weer een kerkenpad inzitten in Beuge. Ja, speciaal hier in die route opgenomen, want het merendeel volgen wij toch de knooppunten. Wij zoeken daar wel wat leuke plekken, bijvoorbeeld de Martinuskerk in Gennep. En we hebben dan het klooster in Sint Agatha, Museum aller Tijden in Beuge. En zo proberen wij steeds bij die route wat leuke activiteiten bij te betrekken. Ja. En hoeveel mensen verwachten jullie dat deze 4 dagen nu meedoen, echt? Met die kerkenroute? Nou, wij hopen toch wel op een gemiddelde van 150 personen per dag. Zo. Dat is een mooi aantal, dat toch? Een hele mooie aantal. Ja, het ligt natuurlijk ook aan het weer. Maar ja, wij proberen toch een hele mooie route zodanig te maken dat het ook uitdagend is. En dat de mensen ook weer jaarlijks terugkomen om die route te volgen. Ja. Nou, dank u wel voor de tijd. En ja, voor ons wordt de tijd om die kloostermop natuurlijk nu weer even naar die overkant te brengen. Hè? Dus die moet weer terug. Die moet terug. Mee. Juist. Dat was het doel van vandaag. Dank u wel. Graag gedaan. Ja. Kruisheer Edgar, we zitten op de terugweg. Weer op de Zelderust. En we hebben hem, hè? We hebben hem, ja. We hebben hem gevonden. En die gaat volgende week, wordt hij ingemetst in de muur. Ja. Kijk, dus het is bewezen dat de stenen wel degelijk van het klooster naar hier zijn verhuisd. Ja? En we brengen ze langzaam één voor één weer terug? Ja, dat weet ik niet. Hè. Het schiet niet veel van over, maar ja, wat wil je na 420 jaar? Dat is, ja. Maar deze is terecht en deze krijgt weer een mooi plekje in de oude kloostermuur. Ja, die komt weer terug. Ja, prima. Dank u wel. Ja, dank u. Thank you.